De Visbrug is een van de oudste brugverbindingen over de Voorstraathaven. Van een smalle voetgangersbrug zou je kunnen herkennen, zoals hij die zelf elke dag kon zien. Zie maar de afvoertoe. Dat is van Stadhuis. Ja, Stadhuis. Ook dat is hier al, dat is ongeveer 100 jaar oud. Dort, niet Dort. Oh, Dort. Dus dat is altijd tuil. Nee, gaan we niet helemaal rond? Ach jee. Het water is te hoog, we kunnen niet de hele route varen. De Roodbrug is een. Ook is gespaard, maar van de kerk was op het Mariakoor na niet veel meer over. Al snel begon men aan de herbouw. Tekeningen die in het stadsarchief van Dordrecht bewaard worden, geven aan dat het de bedoeling was de toren een hemelshoge spits te geven. Deze plannen zijn nooit uitgevoerd, zodat Dordrecht het nog altijd met een onvoltooide toren moet doen. In de kerk is veel te zien, onder andere koorbanken met houtsnijwerk, een indrukwekkend orgel, muurschilderingen, tal van fraaie kapellen, bijzondere grafstenen en een barok koperen koorhek. Van april tot en met oktober kunt u op dinsdag tot en met zondag de toren van de Grote Kerk beklimmen. Nog zo'n oude verbinding voor voetgangers over de Voorstraathaven is de Pelzerbrug. De stenen brug was in de 19e eeuw zo vervallen dat er een houten brug als tijdelijke vervanging gelegd werd. In 1874 kwam de huidige Pelzerbrug er, gemaakt van een combinatie van smeedijzer en, voor de pijlers en brugleuningen, gietijzer. Waaraan het schilderij is bevestigd, bevindt zich een kledingwinkel. Oh, een kat, zie je dat? Mooie kat. De brug die als het ware de Voorstraathaven afsluit, is de Leuvenbrug. Al in de vroege middeleeuwen lag hier een brug die toen Kerkbrug heette. De huidige brug van beton, baksteen en graniet is van 1937. Hij verving een gietijzeren brug die te smal geworden was voor het toenemende verkeer. De stadsbrug naar Zwijndrecht bestond toen nog niet en alle verkeer naar Zwijndrecht ging via de veerpont. De Leuvenbrug was een belangrijke schakel in het verkeer naar de pont. Direct na de brug komen we in de Bomhaven. Aan de rechterkant ziet u het schilderij Bomkade Dordrecht, geschilderd door Antony Pieter Schotel, omstreeks 1920. Schotel, geboren in Dordrecht, had in zijn jonge jaren een atelier aan de Bomkade, waar hij de onderwerpen als het ware aan zich voorbij zag trekken. Water, licht en lucht inspireerden hem tot atmosferische verbeeldingen, geschilderd in de trant van het Hollands impressionisme. De grijze luchten die door de omringende rivier boven de stad blijven hangen, zijn zelden egaal grijs. Schotel zag dat en gaf zijn luchten een scala van tinten mee, variërend van violet, rood tot oranje-roze. Mengde hij de tinten aanvankelijk tot grijze in een harmonisch geheel, later maakte hij onder invloed van het Franse impressionisme gebruik van kleuren als helder paars, blauw en rood. Vanaf het begin van zijn loopbaan had Schotel succes. Zijn schilderijen van de Zuiderzee zouden hem de grootste roem bezorgen. 7:30. Je ziet hem ook van de treinen, hè? Ja, ja. Dan ga je een beetje in de scheef zijn. Ja.
recessief. Niet gerecht, maar... Dat is mijn cursus. Ja, ja, ja. Ik hoor. Ja, dat is een show, ja. Geen kamer of niks, die koek. Wie pizza? De orde van pizza. Van pizza. Ja, ja. Swiss de chill. We varen de rivier de Oude Maas op. Links ziet u de stadsbrug die Dordrecht met Zwijndrecht verbindt. Sinds de Drechttunnel onder de Oude Maas bestaat, is deze brug vooral in gebruik voor lokaal verkeer. Naast de verkeersbrug ligt de spoorbrug met zijn opvallende witte hefportaal, een ontwerp van de Dordtse architect Victor van der Ree. Zo'n 100.000 schepen passeren per jaar deze brug op weg naar Antwerpen en Rotterdam. In zuidelijke richting, langs de Dordtse Kil, ligt de huidige zeehaven van Dordrecht. Ongeveer 3000 zeeschepen per jaar voeren hun ladingen aan en af in Dordrecht. Op de Oude Maas is het altijd een drukte van belang. Duwbakken, vrachtschepen, pleziervaartuigen en het voetveer naar Zwijndrecht varen op en af. Wanneer we Dordrecht weer invaren, ziet u een grote bootboot liggen. Er zijn twee van dergelijke boten in ons land. De ene ligt in Tiel en de andere hier in Dordrecht. Na een groot aantal aanvaringen op de grote rivieren is Rijkswaterstaat overgegaan op een nieuw informatiesysteem voor de scheepvaart. Bij incidenten wordt meteen de verkeerscentrale gewaarschuwd. Deze kan, als het nodig is, deze blusboot inzetten. Von Zwijndrecht zu Dordrecht. Ah, okay. Aber es gibt auch einen von Dordrecht nach Rotterdam. Ah, ja. Okay. Sluring, er is een. Dit is een boot en die voorziet andere schepen van brandstof en zo. En olie en alles wat ze nodig hebben. Een bunkerschip heet dat. Een tankstation. Een tankstation van schepen. Zo. Kittert hem nog. Wat denk je? Kittert in de buik. Ja, lekker hè. Als je er ziek voor wordt, kun je best wel naar voren kijken en horen ze. Nee, dat gaat nou wel. En kennis van mij die is wel recht achter zijn duwboot in het water gesprongen of een andere boot aan. Nou, die wist niet wat hem overkwam. Die heeft misschien wel half uur onder water gebleven of een minuut of zo. En dan net een wasmachine. Want die achter die schroeven die maakt dat water natuurlijk helemaal in de war. En als je daarin terecht komt, dan word je helemaal rondgegooid. En daar was voor de gein ingesprongen, maar hij dacht dat hij dood ging lopen. Ja. We deden een dikje. Of is dat niemand? Ja, ik wil het wel mooi. Dit is dan een opzettertje. Dat is
broden zijn trouwens ontzettend duur. Ik heb misschien betaald 60.000 of 70.000 euro om te bakken. Meer nog. Ja. Dat is niet normaal. Die is helemaal verdeeld van zitten. Die is niet echt. Oh, een leuke hond. Die is niet echt. Nee. Nee, die is niet echt. Nee. Dat ziet er wel een beetje echt uit. Mijn kleine soort. Ja, dat is lekker. Oh, hier hebben we iets gedronken. Het is al wel mooi. Van 1658. Ja. 160 jaar oud of zo. Nou, het pakhuis. Dat is eigenlijk altijd stoom. Wat is stoom eigenlijk? Dampvang, zo. Veel dampvang, ja. Oh. Ja, dampvang. Dat is zeer oud. Dampvaart? Dampvaart, dampvaart. Damper, damper, ja, en de damper. Ja. Die voorbaar tankstelle. In 1855 ging deze brug open voor verkeer, maar werd binnen de handelsactiviteit. In april 1855 ging deze brug open voor verkeer. De handelsactiviteiten namen in de 15e en 16e eeuw alsmaar toe. Ook de nieuwe haven bood niet voldoende capaciteit meer. Daarom werd in 1609 in het verlengde van de nieuwe haven de Wolwevershaven aangelegd, die uitmondt in de Oude Maas. Het water en de kade links dragen de naam Wolwevershaven. De rechterkade noemt men Kuipershaven. Langs de Kuipershaven werkten voornamelijk de Kuipers die vaten maakten voor de wijnhandel. Al achter de Kuipershaven ligt de Wijnstraat, waar de wijnhandelaren woonden en hun wijnkelders hadden. Kleine groene bootjes. Er was een grote aanvoer van Rijnwijn en later ook de zogenaamde Westerse wijn, die over zee werd aangevoerd en afkomstig was uit Frankrijk en andere landen rond de Middellandse Zee. Gandalf. Van de... Ja, ik zie dat steeds in 100 plaats. Ja, oh ja, dat is ook leuk. Ja. Een dokje op de straat, maar dat tekenen hier. Ja, die is van alle nacht, die van, ja. Je ziet het ook nog steeds gebruikt. Wanneer is de overgave? Is denk ik. Volgend jaar, hè? Dit jaar hebben we niet gehad. Alle met stonden. Kijk, die druk. Ja, nou, als we ook 15 jaar al door, dat gaat nu niet, omdat het water zo is. Ja, anders gaat het daarmee aan. Kijk, onder die brug moeten we de kost niet meer. Daar komt het. Ja, dat is een
nu vandaan komt. Nou, schuift het er ook in. Voor de welvaart. De welvaart. Dan waren we in de malen. Ja. Afwaarden, hè? Dat is goed, hè? Dat is al van de tijd. Ja, hier, hier, hier. Van Jongen ziet u een portret van Michiel Pompen van Slimband. Dit portret werd geschilderd door Jacob Gerritszoon Kuip, van wie we eerder de vismarkt zagen. Michiel Pompen, hier 6 jaar oud, behoorde tot een vooraanstaande Duitse familie en zou later zelf deel uitmaken van het stadsbestuur. Zo varen we langs het Groothoofd en het punt waar de drie rivieren, de Maas, de Merwede en de Noord, samenkomen. Dordrecht kan bogen op een van Hollands mooiste riviergezichten. Levendige scheepvaartverkeer, de hoge wolkenluchten met hun steeds wisselende kleuren en de brede rivieren maken het Groothoofd een geliefd punt bij Dordtenaren, toeristen, terrasbezoekers, schippers en schilders. Ja, ja. En die rijdt naar Rotterdam? Rotterdam is die kant op. Dus en die kant op is, ik denk, richting Sliedrecht of zo. Oh, oké. Okay. Misschien zelfs Gorinchem. Leuke vorm. Ja. Snelle boot. Het Groothoofd was de belangrijkste aanlegplaats van Dordrecht. Hier stapten burgers en buitenlui aan de hand, maar ook de belangrijke bezoekers als Maximiliaan van Oostenrijk, Philips II en Willem II. Ook Napoleon legde hier aan met zijn zeiljacht en kreeg uitstekende Franse wijnen van een Dordtse wijnhandelaar voor zijn feestelijke diner aan boord. Napoleon. De Groothoofdspoort is als voornaamste stadspoort gelukkig bewaard gebleven. Om een laatgotische 14e eeuwse poort werd begin 17e eeuw een renaissancepoort gebouwd. Op de poort staat een opvallende afbeelding van de Dordtse stedenmaagd, als beschermster van de stad. Is je dat? Zij zit in een tuin en heeft in de ene hand een palmtak, in de andere hand het wapen van Dordrecht. Zij symboliseert de stad als onneembare vesting. De oorspronkelijke toren is in de late 17e eeuw vervangen door een koepel. In de Neuhuizen? Ja. In de Ecke? Nee, ja, aan de Ecke daar. Ja. Ja, dat is jammer. Dan kon je vroeger koffie drinken hier voor je uitgeven. Dat was Avio Landa, dat later kokken toen we niet. Dat was daar. Voor hier alles bekijken, maar nu moet je daar beneden zitten. Dus dan zie je een beetje de ja. Ja. Boven is dan een restaurant. Dus dan... Je kan er wel eten. Ja, ja. Ja, ja. Het is ook een hotel. Schitterend, mooi, schitterend. En al die wapens. Ja. Naar voren. Oh, is dat een doordrijf voor de rest van de Nee. Oké. Als u de Vriendenstraat, als we daarmee uitkomen, oh, de Vriendenstraat, de Voorstraat uitkomen, dan komt er een kerk als u weer naar de andere kant loopt. En daaronder door is een oortje en daar is de. Dat is de Ark van Noach, die probeert dat na te bouwen, zie je dat? Dat houdt niks. Ja, daarom heb ik gezegd dat het. En die gouden kerk kunnen we ook wel. Oh, die giraf die erbovenop staat. Ja, die bedoelde jij.
Mijn collega's zijn daarmee bezig momenteel, want ze willen het openstellen voor het publiek, maar het is helemaal niet veilig. Het is gevaarlijk. Het is toch dan? Nee. We schuiven de kamer onder de deur. Ja, dat is het. Oh, maar dat is echt. Ze zeggen bij ons ook altijd, wij hebben een zeefbakje, maar dan zeggen ze een haagsbakje. Ik hoop niet dat het begint te regenen. Ik denk dat het regent in donkere lucht. Zo dadelijk ziet u aan de linkerkamermuur gezicht op het Groothof te Dordrecht bij maanlicht. Geschilderd door Johan Bartolt Jonkind. Hij woonde in Frankrijk, maar reisde verschillende keren naar Dordrecht om die typische Hollandse stad vast te leggen in tekeningen en schilderijen. Een geliefd punt voor hem was de Groothoofdpoort. Deze plek wilde hij vaak bij maanlicht. En zo varen we de Oude Haven binnen, waar de vroegste handel van Dordrecht plaatsvond, de houttuinen van de houthandelaren lagen en volop bedrijvigheid heerste op de kades en steigers. We vertelden u al dat de huidige Wijnhaven en Voorstraathaven oorspronkelijk Oude Haven heten en de loop van het oude riviertje Turendrecht volgde. Dordrecht is hierna vernoemd. Turendrecht of Turendrecht betekent doortrekken. Het water waar de schepen aan een touw doorgetrokken moesten worden. De Wijnstraat ligt nu rechts van ons. Hier waren de wijnroeiers die met een roede of maatstok de inhoud van de vaten peilden. Makelaars zorgden voor de contacten tussen verkopers en kopers. Voor het lossen van de schepen en het vervoer van de vaten naar de wijnkelders werden wijnschoeders ingeschakeld. De schoeders zorgden voor touwen en ladders en lieten hun knechten het zware werk doen. Er stonden langs de haven meerdere kranen om de zware vaten aan wal te brengen. Een tredmolen dreef de kranen aan. Zogenaamde kraamkinderen hielden het rad al lopend in beweging. Dit waren overigens geen echte kinderen, maar kleine mensen. De kraanstijger, juist voor de Nieuwbrug aan de rechterzijde, herinnert in naam hieraan. Something cool. Ja, maandag. De katholieken is zo. Dat van de verandering. Ja, ik kom. Ik denk dat deze echt oud is. En? Heb je kunnen volgen of niet? Ik wel. Nee, snap ik. Ja, dat is waar. Het schilderij Ten Noorden bij Nieuwkoop van Jan Hendrik Weissenbroeg is een van de topstukken uit Van Wildenbeeks collectie. Na zijn dood kwam het in het Dordrechts Museum terecht. Dit schilderij hangt nu, iets wat verscholen aan de kade, vlakbij het huis waar het vroeger ging. Weissenbroeg hield als geen ander van de poldergebieden van het Groene Hart. Hij schilderde veel buiten bij het dorpje Noorden aan de Nieuwkoopse plassen. Licht en lucht zijn de grote tovenaars van Weissenbroeg. Ook op dit kleine schilderij zijn dat de elementen die de aandacht trekken. De blauwe lucht met die ene witte wolk. Het felle zonlicht op een zeil. Kijk, hier heb je een mooie. Ja, ja. Stel aan de slechte, hoor. Voet, zie je dat? Ik kan duiken.
Dat is een vroeg. Dat kan toch? Ja, die kan heel lang onder water blijven. Je zult zien als wij in de buurt komen, dan gaat hij onder water waarschijnlijk. Ook niet zo voel. Ja. Kijk, zie je, daar gaat hij. Dat is een week. Wat? Is dat een week? Ja. Getoogd. Nou. Ik ga maar eenmaal. Om te wassen. Daar is hij weer. Maar die was zo klein. Heb je wel volgens een bericht? Nee, maar niet die. Wat zeg? Niet die ik leuk vind. Vind je het niet leuk? Ja, dat zeiden wij ook al. Wij krijgen die niet, hè? Wij krijgen hier geen toestemming voor. Dat is een leuk mooi advies die je zelf had. Oh, is die weer gedoe? Hij zegt dat ook, ja. Wanneer komt hij weer naar boven? Ik weet niet. Kom maar weer naar achter. Nou, ja, nu heb ik hem op. Was nog? Kijk maar. Dat is Koek, koek maar, dat is Nest. Dat is Koek maar. Oh, dat is het Nest, ja. Je hebt toch gezegd? Ja, vind je. Oh, leuk Nest. Zo lang nog Nest. Hij nog een show. Ja? Ja. Onze ontdekkingsreis door het historische Dordrecht en de collectie van het Dordrechtse Museum is bijna afgelopen. Wij willen u graag nog één werk tonen. Rechts aan de muur ziet u La Place à la Scheffer Dordrecht, oftewel het Scheffersplein, geschilderd door de Franse schilder Boudin in 1884. Het plein ziet u overigens alweer voor u liggen. Dordrecht was in de 19e eeuw een geliefde pleisterplaats voor kunstenaars uit heel Europa. Boudin heeft Dordrecht dikwijls bezocht. Hij schilderde de Weidse riviergezichten, maar ook havens en doorkijkjes in de stad. Zoals dit gezicht op het Scheffersplein met het standbeeld van Arie Scheffer. Boudin had een scherp oog voor details die hij in enkele vluchtige toetsen wist te vatten. Het water onder de brug, geen Boudin zonder water, is een meesterwerk op zich. Het Dordrechts Museum bezit de grootste Scheffercollectie ter wereld. Juist dit schilderijtje van Boudin, dat in 2015 heeft voor het museum dan ook een bijzondere betekenis. Hier zijn we begonnen. Hier zijn we begonnen. Onze rondvaart eindigt hier. We hebben u een stukje van Waterrijk Dordrecht laten zien, waar historische feiten en verhalen en tijdelijk ook kunstwerken uit de collectie van het Dordrechts Museum al vanzelf boven komen drijven. Wij nodigen u van harte uit om na de heropening van het museum deze en...